Ik ben Roel Zadelaar, ik ben eigenaar van Gelria Parking BV. Wij zijn gevestigd in Enschede. De eerste inschrijving is van 1932. Wij zijn producent van pakkingen en afdichtingen en allerlei aanverwante rubber- en kunststofproducten. Dat doen wij onder andere door gebruik te maken van Kongsberg snijmachines. Wij zijn hier met een club van inmiddels 14 collega's. Wij draaien hier in dagdiensten productie. En dat doen wij voor ongeveer 15 tot 1600 actieve klanten. De zoektocht naar de machine die is eigenlijk gestart omdat wij stansen en snijden. We zijn steeds meer van stansen naar snijden gegaan, omdat die series dus die aantallen werden lager, vormen werden complexer. En dan is zo'n snijmachine is gewoon een perfect hulpmiddel. In 2017 onze eerste machine gekocht en in 2019 onze tweede. De markt waarin wij actief zijn, die verlangt korte levertijden. Dus met zo'n machine speel je daar natuurlijk goed op in. Plus de vreeskop, de mogelijkheid om meer kunststoffen te gaan frezen, om rubbersoorten te gaan frezen, dat konden we voor de tijd niet. Sowieso een kwart van de orders die wij draaien op de Kongsberg X, dat inmiddels freesorders zijn. Plus de doorvoerfunctie van de machine, dus wij snijden veel al vanaf rollenmateriaal. Rollen zijn standaard zo'n beetje 10 tot 20 meter lang. Dus met de aanvoeroptie geeft ons de mogelijkheid om veel langere producten te snijden, langer dan de snijtafel. En we zorgen ervoor dat die snijmachines minimaal 16 uur per dag draaien. Dus we zetten die jobs klaar. We verzamelen alle orders die uit één materiaal gesneden kunnen worden voor die avond. Die zetten we klaar in de joblist en die machine werkt die af. En als we hier 's ochtends komen, dan gaan die bakken gaan naar de sorteerafdeling en die worden uitgezocht. En dan beginnen we weer met orders met kortere doorlooptijden. De machine van 6 jaar oud voorziet nog steeds in onze behoeftes. Elke week maken we producten op die machine die we nog nooit eerder hebben gemaakt. Dat is niet alleen belangrijk, maar dat maakt je werk ook leuk. Door de aanschaf van de Kongsberg X zijn we veel meer nieuwe klanten gaan bedienen. Dus die machine hadden we binnen 2 tot 3 jaar terugverdiend. Nou, we hadden die X dus staan en toen kregen we een aanvraag voor wat simpelere producten te snijden. Maar de prijzen staan in onze markt af en toe best wel onder druk, dus we waren op zoek naar meer snelheid. We hebben contact genomen met Sven en die gaf aan dat type C daar geschikt voor zou zijn. Nou, wederom zijn we toen naar België gereden, hebben we een stukje geprobeerd en 2 maanden later stond die machine hier in de hal. En tot op heden geen dag spijt van gehad. Dat is eigenlijk het simpele verhaal. We waren op zoek naar een machine die snel, goed kon snijden. En dan is de C perfect. Wij werken natuurlijk met ontzettend veel verschillende materialen. En dan hebben we het niet alleen over kunststof of elastomeren, rubbersoorten. Nou, dan hebben we het over verschillende hardheden, verschillende diktes, noem maar op. Wat we zoveel mogelijk proberen te doen is om onze snijinstellingen op te slaan in de machine. Dus wanneer een collega die niet zo vaak aan die bepaalde machine staat, dat hij achter die machine gaat staan en dat hij het materiaal aanklikt en dat die machine zelf al weet van dit materiaal moet ik op die en die snelheid zijn of ik ga in 2 of 3 keer door deze dikte heen, want dat geeft mij het beste resultaat. Nou, die instelling die slaan wij op in de Kongsberg machines. Door de aanschaf van de snijmachines hebben wij een flinke stap in omzet gemaakt. We zijn de afgelopen 4 jaar zo'n beetje elk jaar 20% in omzet gestegen. En dat heeft natuurlijk aan de ene kant te maken doordat we zeg maar, die capaciteit hebben vergroot en dat wij ook meer opdrachten aan kunnen nemen. Maar het samenspel met de planning is daarin natuurlijk een heel mooi verhaal. Dus het zo veel mogelijk efficiënt benutten van je uren, dat is de key. Dus we zorgen dat we overdag orders snijden met kortere doorlooptijden en 's avonds de orders snijden met langere doorlooptijden. Dat die machine zoveel mogelijk uren per dag gewoon aan het draaien is. En daar haal je gewoon, en daar kunnen jullie software systemen helpen daar natuurlijk ook bij, om vast opdrachten voor te bereiden terwijl die machine aan het lopen is. Kijk, dat is natuurlijk wat je wilt. We hebben hier dagen dan bedient 1 collega, bedient 4, 5 CNC-machines. Kijk, dat zijn natuurlijk de opdrachten die je aan het lopen wil hebben.